Deze productie is mogelijk gemaakt door De Filmmakelaar. Nou, van harte gefeliciteerd natuurlijk. Netwerken van het jaar, wat doet dat met jou? Nou, eigenlijk zou ik er een beetje emotioneel van kunnen worden. Want dit is een waardering die ik van de leden van het MKB heb gekregen. Voor de inzet die we met z'n allen hebben gedaan. En uiteindelijk ben ik gekozen tot netwerken van het jaar. En ik ben daar heel erg blij mee. Mag ik zeggen dat het een beetje een gevoel van trots geeft? Dat je netwerker van het jaar bent geworden? Zeker. Kijk, de zakenwereld is hard. Maar dit is het gevoelige dat mensen zeggen van, jij bent het. Wat is überhaupt al de reden dat je lid bent geworden van MKB Rotterdam-Rijnmond? Ik vond dat wij als bedrijf geen kans hadden als ik niet lid zou worden van een MKB. Omdat zij over heel Rotterdam relaties hebben en waar ik heel veel gebruik van maak om ons bedrijf groter te maken. Als je nu kijkt, de mensen die nog geen lid zijn van MKB Rotterdam-Rijnmond. Wat is jouw tip, zeg maar, om toch lid te worden van deze vereniging? Nou, het is heel erg eenvoudig. Als je iets niet samen met een ander doet, dan kom je er niet. Want alleen is maar alleen. En MKB biedt je de kans om met meerdere leden wat te bereiken. Heb jij misschien nog een tip voor andere leden, hoe zij eventueel in de aanmerking komen om netwerker van het jaar te worden? Wat moet je daarvoor doen? Nooit opgeven, gewoon doorgaan, want je komt ook wel wat teleurstellingen tegen, want je denkt wel eens van die gaat met je mee, maar die gaan niet met je mee en de anderen gaan weer wel met je mee, maar dat is in het hele leven, hè? Vallen en opstaan en dat is ook als ambassadeur, maar ook als MKB-lid. En wat doe jij in het dagelijks leven, Victor? Kan je me daar kort iets over vertellen? Ik werk voor mijn zoon en dat heeft een advocatenkantoor, Quest Advocaten. En ik doe daar op de afdeling Quest Juridische Service Abonnementen, doe ik de commerciële kant, oftewel het binnenhalen van nieuwe cliënten. En wat is daar zo interessant van aan om daar gebruik van te maken? Wat is het bijzondere? Doordat je van tevoren weet wat je per jaar aan adviezen kwijt bent op juridisch vlak. Het zijn vaste bedragen en het start al bij €550 per jaar. Dan kan je ongelimiteerd adviezen vragen op juridisch vlak. Nou, hartstikke bedankt voor dit gesprek. Wat vond je ervan? Heel erg leuk. Deze productie is mogelijk gemaakt door De Filmmakelaar.